Pranked. Pranked. Dat is een hele goede. Yo, dames en heren. Ik ben Tobof en ik ben hier samen met Peter. Hallo. En wij spelen vandaag 1 tegen 1. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Laten we gewoon lekker gaan spelen. Oké, prima. Dus Tobof, hoe was je dag tot nu toe? Redelijk rustig. Ik heb morgen toets Frans. Heel irritant. Makkie. Ja, ik vind Frans... Wow. Oh, ik ben zo slecht. Oh. Ja, Frans. Ik vind het niet zo moeilijk, maar het zijn 15 bladzijden. Dat maakt het wat lastiger. Ben je nog weggerend? Zeg ik niet. Oh, wie dat? Scheelde niks. Scheelde echt niks. En na Frans ben ik naar badminton gegaan. Dat is namelijk mijn sport. En nu zijn we hier. Gewoon lekker 1 tegen 1. Dat is mijn hele dagje. School, Frans, badminton en nu Counter-Strike. Hoe was jouw dag? Helemaal mooi. Ja, wat heb je allemaal gedaan? Helemaal niks. Ah, heerlijk zeg. Gewoon lekker vervelen. Spannend hoor. Heel erg spannend. Ja. Er is niet echt een gameplay waar je een filmpje over kan maken. Oh, mooie. Hij was niet mooi, hij liep gewoon toekje om. Je hebt me wel gekild. Ja, ik zat te campen. Ja, ik ben rond aan het lopen. Ja, ik ben namelijk niet zo van campen. Nee. Je bent agressief, jongen. Ja, ik ben agressief. In spel dan, niet in het echt leven. Okay, ik was wel bang, hè. Oh, ja. Nou, je staat 2 punten voor. Ja, maar dat komt omdat het een headshot was. Hè. Ja, oké. Maakt niet zoveel uit. Tot hoeveel punten gaan we eigenlijk? 50. Oké, 50. Ja, ik zou het echt niet weten. Dit is voor mij echt belachelijk veel. Ja, 50. Totdat de tijd afgelopen is. Ja, goed idee. Ik heb echt geen idee waar jij nu aan het uitgesproken bent. Wacht, even pauzeren. Ik moet even wat doen. Oh, we hebben ook pistolen hier. Oké. Ik ben weer terug in het spel. Volgens mij zitten we met wij tweetjes rondjes te lopen. Nee, ik stond net de hele tijd stil. Oh, leuk. Ik denk dat jij bij A aan het campen bent. Denk ik niet. Ja, misschien ook wel. Zeg ik ook vaak, nee hoor, daar ben ik niet. Ben je gewoon wel. Zo, ik schrik weer van die melding. Echt in één keer, woem, woem, woem. Zo, ik schrik weer van die melding. Nou, ik ga lawaai maken. Ik ga jou aantrekken. Heb je mij gehoord? Zit je nou met een pistooltje te schieten? Ik? Het zit gewoon in mijn inventory. Nee, we zeiden ABP alleen, hè? Haha, jongen. Dat kijk ik niet aan. Kom op, gewoon een beetje actie zoeken. Ja, ik zit te zoeken. Oh! Zo! Kom op, gewoon een beetje actie zoeken. Ja, ik zit te zoeken. Zo! Oh. Dat was close. Yep. Ik twijfelde nog of ik zou gaan mikken of niet.
Als ik ga verliezen, dan komt dit videootje niet online, hè? Ja, ik hoor je herhalen in de achtergrond. Ja, net mijn wapentje herladen, zodat ik weer neer kan schieten. Jezus, ik schrik me helemaal dood. Zodat ik weer neer kan schieten. En maar dit keer echt. Nou jongen, als je nog van mij wilt winnen, zou je mij even een paar keer moeten killen. Wil ik ook gaan campen dan? Ja, is goed. Dat wil je niet. Je mag campen. Oh nee! Oh! Ik was zo close, jij ook. Oh, het is spannend. Oh, mijn muisje reageerde niet. Oh, mooie, mooie, mooie. Hij was niet mooi. Die was heel niet mooi. Lelijk, ja, heel lelijk. Ja, dat je is hebt gemist, ja, je hebt gemist. Nog 8, 7 seconden, wat is dit? 7 seconden. 3, 2. Nou, goed gedaan, man. Jij hebt ook goed gespeeld. Dit is ronde 2. Wow. We doen niet alleen maar AWP, je mag ook even andere wapens doen. Heb je dat gehoord, jongens? Ik ga lekker. Wie met... heeft dat. Wat maakt het hun uit? Oh, ik zie jou. Hé, wat is deze? Oh, mooie, 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 mooie. Dat was mooi. Weer niet. Ah. Oh. Nee, ik heb een AWP niet kunnen kopen. Dan. Ik heb nu een P90. Niet normaal. Zulk slecht wapen. Weer die melding. Oh oh. Nee! Holy shit! BAM! Nee, ik wou net een voorspringen erachter, maar je had me nog. Oh, GG. GG. Oh, oké. Serieus, ik zit hier. Nou. Oh oh, jij staat 30 punten voor. Ik denk dat jij de tweede ronde gaat winnen, jongen. Je zit te campen. Nee, ik zit niet te campen. Jammer. Je kan de video terugkijken. Nee, ik heb het gemist! Oh. Nee, ik heb het gemist! Nou, Jonne, je hebt de tweede ronde dik van mij gewonnen. Nou, jongens, we gaan naar de derde en de laatste ronde. Nee, nee! Hoezo we nee? We zitten nog steeds ronde door te spelen, hoor. We gingen toch tot de 50 punten. Nee. We gaan tot de ronde afgelopen is. Oké, dan doen we dat totdat de ronde afgelopen is. Ja, daar heb je nog kans om te winnen. Oh, dank je. Dat is heel aardig van je. Graag gedaan. Best lastig voor mij om die... Ik weet niet waarom ik dit wapen heb. Ik ga dit echt niet van jou winnen. Ja, precies. Wow, met een pistool. Had ik niet verwacht. Oh nee, ja, koopperiode verstreken. Oh.
Ja, ik heb geen ABP nu. Nee, ik heb een, ja, een snijpige, Snijpergeweer. ja. Ja, een slechte. Ik kan er een soort van mee snijpen, maar niet echt handig. Volgens mij ben je een paar kogels aan het afvuren. Klopt. Jij kogels gewoon een paar keer. Pam pam! Hey, waar is de AVP? Ja, die heb ik te laat. Je kan de video terugkijken. Mijn koopperiode is verstreken. Heel erg mooi. Maar je had nog tijd mij neer te schieten. Zo, ik ben goed. Oh, ik ben echt goed. Ik heb. Oh, dank je. Ja, ik ben nog niet eens competitief. Hoe heet dat ook weer? Maar ik gewoon niet. Ik denk dat het komt dat het nu 1 tegen 1 is, dat je op veel minder spelers hoeft op te letten. Ik heb. Nee, ik heb, maar ik maak geen kans. Wat? Om deze ronde te winnen. Natuurlijk wel, nog even een paar kills. Ja. Maar je staat. Wow! Dit wapen is echt slecht. Oh. Ja. Oké, nu kan ik wel de AWP kiezen. Zo. Je had mij mooi te grazen genomen. Nee hoor, hij was niet mooi. Oh. Nee, maar ik heb tot nu toe geen mooie kills gehad, hoor. Ja, maar wanneer noem jij nou een mooie kill eigenlijk? Als het een mooie kill is, als je niet willekeurig in het rond moet spelen. Zoals die. Waarschijnlijk niet, maar wie weet. Nee, gewoon zo'n mooi bang kill. Ik vind eigenlijk een mooie kill als de tegenstander helemaal niks merkt. Dat hij gewoon neergeschoten is. Gewoon lekker snipen. Dat vind ik eigenlijk een mooie kill. Prachtige kill. Of als je zeg maar met z'n tweeën in een hele mooie battle zit. Dat je echt gewoon alles. Alle kogeltjes afvuren en wow, dat je bijna dood bent en dat je dan wint. Dat was een mooie kill. Die was mooi. Ik geef toe, die was mooi. Die was Je mooi. weet niet eens wat er gebeurde, joh. Je ging gewoon dood. Ja. Zo, die was echt mooi om het hoekje heen. Dat is een herhaling waard. Oh, jammer. Denk je? Hoe lang hebben we nog? Nog 2 seconden. Yo, goed En gespeeld. de winnaar is Peter! Peter. Nou, jongens, we gaan Ja, naar we de. hebben evenveel kills, jongen. Ja, en dan heb jij meer punten. Misschien omdat je headshots bij mij, ja. Nee. Het is zieliger dan dat. Ja. Jongens, we gaan naar de derde en de laatste. We zijn De aangekomen bij de ronde. derde en de laatste ronde. Deze ronde beslist. Wie deze duel gaat winnen? Is dit serieus in zo'n kleine map? Is toch fijn, kleine man. Mijn Ja. koopperiode is verstreken. Wow! Nee, de rol! Zo de knetter. Kom maar om het hoekje heen. Kom maar. Ja, ik weet bijna zeker dat jij daar ook op mij staat te wachten. Nee hoor. Je hebt helemaal gelijk. Ja, volgende hoekje. Nee hoor. Ik ben al weggerend. Nou, waarom? Ik dacht lekker van ik. Oh! Mooie, ja. Mooie. Was droevig. Ja, alleen ik was me
mijn AWP aan het herladen. Ik heb deze map een keertje op Mineplex gespeeld, volgens mij. Gaaf. Oh! Ja, hallo. Oh, die was mis. Die was mis. Ik zag je. Waar ben ik? Je zat bij het water. En nu niet meer. Oh, ik heb nu van 173 HP over. Omdat ik naar beneden ben gesprongen. Full damage. Weer die grotmelding. Het is zo spannend. Headshot! Zo spannend. Headshot! Oké, mooi. Dank je. Nou, je staat 2 punten voor. Eigenlijk wel jammer dat je niet kan rennen. Hier. Ah, je loopt toch snel genoeg. Ja. Wow! Yeah. Je was aan het campen. Nee, echt niet. Ja. Ik liep het hoekje om. Ja, dat kan ik ook zeggen. Wow, ik liep het hoekje om, ja, ik wist het. Je kan het inderdaad. Hij was wel mooi. Niet verwacht. Ja, echt, wauw. Ja, ik noem elke kill mooi. Ik weet niet waarom. Dat zeg ik gewoon automatisch. Je hebt lage standaarden. Ja, gewoon standaard. Dit is een spannend stukje. Oké, dan ga ik hier een spannend stukje van maken. Voeg maar... Wow! Voeg maar spannende muziek toe. Oké, nu een spannend stukje. Ja. Oeh. Het creepy, jongens. Nee. Ben je daar? Nee, die had ik mis. Oh, ik snap niet waarom ik eigenlijk niet met mijn muis kan mikken. Prankt. Prankt. Dat is een hele goeie. Ik hoor je volgens mij gewoon rondlopen. Ik ben nog 2 minuten, even spannend maken. Ja, maar hij ziet er echt elke keer. Ik ga de andere kant op. Ik ga de andere... Wow! Yo, waarom kan ik niet meer lopen? Ik ben er zelf... De computer zegt dat die een mooie schot was, maar dat was helemaal niet. Ja, maar waarom kan je soms niet hard lopen? Komt het omdat je gewond bent ofzo? Denk het wel. Want ik had 13 HP en ik kon gewoon niet meer lopen. Ja, ik kon het wel, maar ging heel traag. Ja, dat is vervelend. Nou, in die laatste minuutjes ga ik in ieder geval nog proberen dat jij dat overheerst en dat je dat kwijt bent. Ben ik aan het overheersen? Ja. Oeh. Ik word nu echt gewoon ingemaakt. Ja, nou, ik vind het wel een leuk laatste potje. Ja, zeker. Heel spannend, hè? Creepy, ja, ja. Hey, ik blijf iedere keer dezelfde route lopen. Ik ga echt de andere kant op. En dan kijk ik naar achteren, want toen had jij mij zo hard te grazen genomen. Nou, ik dacht dat ik je zag. Maar dat is niet zo. Nee. Oh.
Waar zit je? Wow, 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 wow. Gaat Peter mij achtervolgen? Nee, oh! Ja? Ik was te laat. Ik was te langzaam. Oh. Je wint niet met campen. Ja, ik hoorde je aankomen. Ja, het klopt, je mag eigenlijk niet campen. Die was mooi. Ja, 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 heel mooi. Oké, ik sta 107 tegen 10. De eerste ronde had ik gewonnen, maar nu word ik gewoon zo hard ingemaakt. Zo gebeurt het. Het was spannend. Nou, gefeliciteerd Peter, en waarom sta ik op de tweede plek? Oh, laat maar. Wat wil je dan? Ik las het verkeerd. Nou, je hebt 7 kills. 1 keer dat je dood ging. Nou, jongens, dit was het duel. Peter heeft van mij met 2-1 gewonnen. Je wil nog een potje? Ja, kan. Maar ik moet nu helaas stoppen. Oké. Okay. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Beloon deze filmpje met een duimpje omhoog als je ervan hebt genoten. De spanning, de prank en dat ik werd ingemaakt.